Waar begint dit verhaal? Het verhaal begint altijd met een gedachte. Met één enkele gedachte die je wil verwoorden. En in dit geval ging het over de gedachte dat je... dat je mensen altijd moet achterlaten eigenlijk... vroeger of later op een bepaald punt. En dan zie je ze wel weer terug natuurlijk. Maar het gaat gewoon om dat achterlaten. Om het niet zijn met mensen. Hoe ontstaan deze tekeningen dan vervolgens? Nou, je bent een prentenboek aan het maken. Dat is voor een bepaalde leeftijd. En het moet klein zijn. Het moet eenvoudig te bevatten zijn. En snel te bevatten zijn. Ik moet het zelf een beetje grappig vinden. Dus je gaat nadenken over een vorm voor het verhaal. En uiteindelijk denk je dan dat het aardig is dat inderdaad een kind, een meisje haar beer achterlaat, willens en wetens in het bos. Het is ook een oefening in je verbeelden wat degenen die je achterlaat kunnen beleven als ze niet met jou zijn. Ja, dat stel je altijd voor, denk ik natuurlijk. Je hebt altijd het gevoel dat andere mensen grote avonturen beleven en spannende dingen doen. Dat idee heb je denk ik altijd. Dus de beer zeker. Die ontmoet wilde indianenberen. En hij verwildert ook een beetje. Dat vind ik ook wel het leuke. Hij verwildert een beetje. Hij slaat een beetje los, bijna, dat kleine beertje. Maar op het moment dat hij het meisje weer terugvindt, dan verdwijnen die strepen op zijn wangen. En dan die veer die wappert af. En hij wordt weer gewoon het beertje dat hij altijd is geweest. Dat is leuk. Het slot klinkt heel geruststellend, maar is eigenlijk verontrustend, hè? Het slot is dat ze afspreken dat het nooit meer zal gebeuren. En je voelt duidelijk aan dat het volgende week weer een keer gebeurt waarschijnlijk. Want zij, dat meisje heeft de regie in handen natuurlijk. En die heeft het ook al in beginsel gedaan. Dus verontrustend. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ik denk dat het heel natuurlijk is. Ik denk dat het goed is om zulke afspraken te maken. Zelfs als je je er niet aan gaat houden.